Alliantie voor Decent Work overhandigt spullen aan micro-ondernemers. Vrouwen Klaaskree krijgen presentatie sanitaire doeken en KPS streeft naar veilig verkeer. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, heeft in samenwerking met de United Nations Development Programme, UNDP, de Alliantie voor Decent Work voor personen met een beperking gelanceerd in februari. De Alliantie heeft als doel het promoten van werkgelegenheid en ondernemerschap bij personen met een beperking in Suriname. De Alliantie is hierom een traject gestart om micro-ondernemers te versterken middels het overhandigen van de nodige apparatuur voor hun ondernemingen. Reginaldo Josephat maakt en verkoopt ijsjes. Hij is visueel beperkt en mocht onlangs enkele spullen in ontvangst nemen. Zo, ik heb een vriezer, een blender, een sila om te zijn die ijsje boek te maken. Omdat ik een aanvraag aan VSB, heb ik dat niet. Dus ik ben bij dat ze jou zoek op blendercentrum maken, ik soms, nog ze jou balgoen, sousas. Dus nou noem je bij mooi te takita en dat, om moest komen biggie tam te liever als neesie, dat is ook om komen biggie. Wel, in de afgelopen maanden hebben we in eerste instantie gefocust op het samenstellen voor een werkprogramma voor 2018. En we hebben ons ook gericht op het opsturen van projectvoorstellen naar diverse organisaties. Omdat we ervan bewust zijn dat dit werk toch wel de nodige fondsen en middelen vereist. Dus we hebben onder andere projectvoorstellen gestuurd naar UNDP, United Nations Development Programme. We hebben gestuurd naar het ACP-secretariaat. We hebben ook onlangs gestuurd naar de Twinning Facility. We hebben toen van de UNDP een grant gekregen voor $15,000. United States dollar, waarmee we een project kunnen uitvoeren gericht op de stimulatie van micro-ondernemerschap onder de doelgroep. Dus dat betekent dat we personen met een beperking willen helpen om economische activiteiten te ontplooien als zelfstandigen, zodat ze daarmee enigszins in hun levensbehoeften kunnen voorzien. UNDP pretty much is a facilitator. The idea of establishing the coalition of partners for persons with disabilities focusing on decent work was really an idea that emerged out of the concerns that UNDP has for ensuring that no one is left behind in achieving the sustainable development goals. And when we did the assessment in Suriname, we recognized that there are a number of categories of persons in the Suriname society that if a deliberate effort is not made to work with them, then they will be left behind. And persons with disabilities was one group. Another group, incidentally, were the indigenous and tribal peoples. Because these are two groups that generally do not receive all of the services that can be made available locally. So we then approached the VSB through Mr. Stephen McAndrew, and the interest was there, the commitment was there, and we launched the program. We launched the program immediately, and that was in December of last year. And since then, it has grown from strength to strength. The Ministry of Labor has come on board. Some of the embassies have come on board, and the coalition is growing. So our role as UNDP was pretty much to start it off and to provide some of the resources to get the work off the ground. And now we're seeing the benefits of it. There's nothing that prevents a blind citizen of Suriname from being a receptionist and answering the phone. You know, you don't need your eyes to answer the phone. You could be sitting in a wheelchair and producing, whether it be at a ministry or in the private sector. So our hope is that with the pledge that we have asked companies to sign onto, that we will begin to see persons with disabilities gaining employment.
We're also going to continue the process of training persons with disabilities to become self-employed. Vandaag hadden we dus even een alliance verband, en dat is de Alliantie voor Decent Work, voor mensen met een beperking. Hadden we dus de overhandiging van enkele apparaten, hadden we aan een van onze leden van onze doelgroep. En het is toch wel een bijzondere dag, omdat we eigenlijk hiermee hebben bekrachtigd dat ook mensen met een beperking recht hebben op een menswaardig bestaan, in dit geval arbeid. Nou, we hebben in totaal 4 personen voorgedragen die als klein ondernemer bezig zijn. En tot nu toe hebben al 2 van de mensen hebben al spullen overhandig gekregen. Vandaag hebben we dus regionaal de Jozefat gehad, die dus een vriezer en een blender en nog wat andere apparaten heeft gekregen. En afgelopen vrijdag, dat was 10 augustus, hebben we in Nikeri een lid van onze doelgroep. Dat was Herbert Alim. Die heeft dus gereedschap gekregen van de Alliantie, omdat hij dus als automonteur wil het eigenlijk weer oppakken, zijn vroegere baan als automonteur. Zo, ik heb ik dit een beetje takita en dat wie ze vijfde komen beperken, oké, zo maken enge, boeta busken is een beetje een handicap, moest niet. No, abaka kon daar kookolen en daar houten kan je beperken. Dus wie zei dat kon als een jatasi of futufi koti of maufi andui. Tok, je moest dan bij mooi te hino als een bij abben kon in die gadu tade en want hem zei, maybe dan bij eche tasi. Die meko tasi motam, zo wabo, kom on, hem ko, bigi kuilosen ja, kino. Ako was een dam, to my dak out de tam, mkofini, mo material, sadio, ko godom, holong in oenda. Wie zei dat kon beperken, ja moest daarba. De ondernemers die materiaal ontvangen hebben, zullen getraind worden in hoe om te gaan hiermee, zodat zij als ondernemer heel bewust aan de slag kunnen gaan. De Alliantie zal een campagne opzetten om meer bekendheid te geven aan het werk van de Alliantie. Verder zullen er presentaties gehouden worden aan bedrijven over het belang van het in dienst nemen van personen met een beperking en hoe het zal zijn. JP Foundation is in Canada opgericht om communicatie en gezondheid in Suriname te promoten. De organisatie is in Ballingsula geweest te Brokopondo. In Ballingsula zijn de vrouwen geïnformeerd over menstruatie en sanitaire doekjes. Maar vandaag speciaal heb ik gesproken over vrouwen met menstruatie en producten die gebruikt kunnen worden voor hun menstruatie. Die sanitaire doekjes waarover ik praat zijn doekjes die gemaakt zijn van stof en van een speciaal materiaal die vrouwen helpt om gezond te blijven, maar ook ervoor zorgt dat die vrouwen toegang hebben tot iets die niet duur is voor ze. Wat we hebben gepresenteerd zijn sanitaire doekjes die vrouwen kunnen helpen voor een periode van 2 tot 4 jaar, afhankelijk van hoe die vrouwen ze gebruiken. Wat het helpt is niet alleen financieel, want als je elke maand weer een maandverband moet kopen, kost dat ook wat geld. Maar het helpt ook met hygiëne, omdat deze doekjes goedgekeurd zijn om als zodanig te gebruiken. Oh ja, dus eigenlijk eigen om netjes omgaan voor oma's malanga. Isrefi is king. En vooral als aan zou ik kari. Muziki, maar als aan nou een cyclus, als aan nou een cyclus, dan gaan we bouw eigenlijk die umasma, zodat die a kiesje voor ching, we kan geschiet en op een manier die vrouw zoekt ze en dat na door een menstruatie cyclus. Dus voor vangers aan dat op voor umasma na voor ching, voor ziekjes in menstruatie, kijk op je menstruatie en bakken je menstruatie. Want als kief is heb je bepaalde fases en je gaat door, kijk je moet kiezen je menstruatie. En in het binnenland is dat ook als dat nou een taboe, omdat na bepaalde kolder is of bepaalde doorkoek, bij een vrouw moet zonder af te hebben menstruatie. En daarvan noemen we natuurlijk naar een project die zie, hoe dat abra verschillende fases behalve dat je look your skin a cream passie van je go om naar je skin, maar ook toe van je go om naar je skin in een periode dat je na shame of de afgezonderd in je emoties, vooral if I don't feel no dat paniek voor dat ik heb je aan de one taboe doen.
trap is ook toe. Je leert dus maar economische saving. Want ik moet alleen 120 konden. Ik gebruik een systeem voor maandverband. En wie begint maar bij doen kaba. En nu if de westerse landen zijn even zitten aquí. Amoro gezond, amoro efficiënt en effectief. En hij heeft je bespaard. Dat zijn de wie nog moest adopteren als systeem. Maar wat ik weet is dat iets wat je in de winkel koopt en je geen informatie over krijgt, hoe lang je bijvoorbeeld een tampon moet binnenhouden, wanneer je het moet veranderen. Niet in ieder heeft die informatie. Met deze doekjes is er een training aan verbonden. Die vrouwen zitten te praten over hun lichaam, hoe hun lichaam werkt. Waarom ze zoiets moeten gebruiken, wat voor zeep ze moeten gebruiken, hoe die producten eruit zien. Ze krijgen ook ondergoed en washandjes. Het is meer dan iets presenteren aan mensen of meer dan iets van kopen in de winkel. Het gaat om het gesprek over je gezondheid en je menstruatie. Ik gebruikte al lapje toen ik klein was, maar ja, tegenwoordig gebruik ik mijn maandverband. Maar is ook goed, de lapje is goed. Ze hebben ons geleerd hoe je het moet wassen, hoe je de lapje moet onderhouden voor een bacterie. Ja, en door de maandverband krijg je bepaalde ziektes en dat is niet goed. Wat ik heb geleerd is dat je veel kan bereiken wanneer je vrouwen betrekt. Je kan ook veel bereiken wanneer je mensen in het land betrekt die veel weten in de gemeenschap of wat men nodig heeft. Dus voor mij is samenwerking heel erg belangrijk. Maar ook het feit dat wanneer we denken dat iedereen weet hoe hun lichaam is samengesteld, dat is niet het geval. Door gesprekken kan je eigenlijk erachter wat men nodig heeft. Gedeeltelijke vrij van invoerrechten kunnen krijgen. Wat heel een grote hulp is geweest om dit project tot stand te brengen. Je moet indenken, het is een community project. Je weet, alles kost geld. Dus elk beetje dat je kan krijgen, helpt. En de overheid heeft ons toch een handje bijgeholpen, het ministerie van Financiën. We zijn al 2 weken bezig met dit project. Wat inhoudt dat we verzorgingsartikelen aan de mensen verstrekken, de vrouwen voornamelijk, wanneer ze in hun periode zijn. En dit is een bijzonder project, omdat het 1. Milieuvriendelijk is, kostenbesparend en hygiënisch en gezond. Dus voor ons zijn dat kernfactoren die eigenlijk voor ons heel erg belangrijk zijn. Als het gaat om onze mensen, hoe wel zijn. We zijn eigenlijk gekomen om te zien hoe het overgaat naar de Surinaamse vrouwen en de Surinaamse gemeenschap. Wat we hebben gehoord van die vrouwen is dat ze willen dat het verkrijgbaar moet zijn. Als ik terug ben gegaan naar Canada, dan begin ik wel gesprekken te voeren. Want als we iets kunnen doen in Suriname, kunnen we ook werkgelegenheid creëren voor Surinaamse vrouwen. En dan hoeven we niet steeds terug te komen met middelen of met producten. Want waar wij naartoe werken, is dat de Surinaamse gemeenschap zichzelf moet kunnen helpen. Doordat wij een hand uitsteken om mee te helpen. Het project Vrouwen Sanitaire Doekjes is mogelijk gemaakt door JP Foundation, Stichting Evergreen en Pansa Industries NV. Deelnemen aan het verkeer is een groot risico. De kans dat u gewond raakt of komt te overlijden als gevolg van een verkeersongeval lijkt steeds toe te nemen. Het aantal verkeersslachtoffers in Suriname is toegenomen in vergelijking met de voorafgaande jaren. Dagelijks wat wij ondervinden zijn de volgende verkeersregels die dan vertrapt worden. Ten eerste voetgangers die maken geen gebruik van de op de weg aangebrachte voetgangersoversteekplaatsen, oftewel het zebrapad. Ten tweede, voetgangers die lopen in de verkeerde rijrichting. Daarmee wordt bedoeld, de voetgangers dienen rechts van de weg te lopen.
zodat ze het aankomend verkeer kunnen zien. Derde punt is ook wat wij dagelijks meemaken, dat bestuurders van voertuigen of motorrijtuigen besturen zonder dat het voertuig of het motorrijtuig verzekerd is en niet ter herkeuring is aangeboden. Er is sprake van een groot aantal slachtoffers jaarlijks. De afdeling Onderwijs en Statistieken van het Korps Politie Suriname richt zich meer op de verkeersdoden. De meest voorkomende oorzaken van deze slachtoffers zijn ten eerste rijden met een hoge snelheid, tweede geen voorrang verlenen, derde onoplettendheid van de bestuurders. Natuurlijk worden er maatregelen getroffen. Er worden namelijk regelmatig verkeersacties gehouden. Worden de verkeersregels niet nageleefd door de gemeenschap, dan worden de mensen dan, of die groep mensen, bekeurd door middel van een procesverbaal aangezegd te worden. En natuurlijk houden wij ons ook bezig om de VOJ-scholen, VOS-scholen en ook naar enkele parastatale bedrijven te gaan om ze zoveel mogelijk voor te lichten. Indien u zich niet aan de verkeersregels houdt, loopt u kans een boete opgelegd te worden. Verder zet u het leven van uzelf en de overige verkeersdeelnemers in gevaar. Voor dit jaar zit het aantal verkeersdoden al rond de 40. Ook hier wat verkeerd gaat met het rijgedrag. Ik denk dat men tegenwoordig te veel haast heeft, dat is het ook. Men heeft haast, iedereen wil snel door het verkeer gaan, iedereen heeft, hoe moet ik het zeggen? Wel op tijd, gaat misschien ook laat, staat laat op, gaat laat van huis, maar wordt gekeken met anderen. Het is ook geen verkeersfatsoen. Ik denk dat er meer beleid moet komen in het verkeers. Want je ziet het zelf, elk jaar zijn er te veel verkeersdoden. En de meeste mensen gaan door verkeersongelukken gewoon dood. Dus ik denk gewoon dat zo meer politie of meer mensen op de weg moeten zetten, want het is echt triest met die verkeersongelukken wat er gebeurt. Dus dat moeten ze doen. Ja, maar vele mensen rijden zonder ervaring en zonder rijbewijs, zeg maar. Ja, en het is borden zijn onduidelijk en bij die drempels zijn ook onduidelijk in avonturen. Want Surinamers hebben een mentaliteit, ze rijden hoe ze willen in het verkeer, is geen beleid. Dus ik denk gewoon dat het aan de mensen zelf ligt. Dus het ligt niet aan de politie, het ligt aan de mensen zelf. Boodschap naar de weg gebruiken. Dat die mensen moeten regels houden. Ja, en regels is heel belangrijk voor mensen. Men moet een beetje, tolerant zijn in het verkeer, meer verkeersfatsoen. Met verdraagzaamheid toepassen in het verkeer. Geduld hebben. Ik adviseer de gemeenschap strikt de verkeersregels na te leven. En zoveel mogelijk rekening te houden met de andere verkeersdeelnemers. Zelfs één dode is één te veel. Tot zover deze aflevering van Belicht. Tot de volgende keer.